As daar hierdie môre nou getrek het. Dis nou so hierdie wyn lê nou vir omtrent. Hy moet 2 jaar so op die moer lê. En hy is nou so amper, hy's nou so 'n jaar en 'n half wat hy. Okay, kan ek nou begin? Ja. Okay, this bottle of wine is Method Cup Classic. So it's a base wine that fermented in this bottle, and I think Douglas or the Northern Cape can be very proud to produce a wine like this, because I think it's the first Method Cup Classic that's ever been made in the Northern Cape that I know of. So the earmark for bottling this wine is for the 2010 Soccer World Cup that will be played in South Africa. So and hopefully, yeah, we can sell a lot of these wines to the teams that come and play in Kimberley or wherever. So but it's a great wine. We harvest very early, and if we harvest early, we talk about very stable pH and very stable acids, and it's ideal for producing Method Cup Classic. So yeah, I think this wine is lying on the lease for nearly 2 years now, so it's nearly ready to go into the market. So yeah, we're looking forward to this great wine to be drunk by a lot of people. Okay. Ek het gou net gesê nie dat sê dit gaan oor die dis die sabel en die platheid van die lem. Dan mos ek kom. Kom. Mas. Nou kyk hulle vir my glas kan ek van ek dit nog opgooi. Your dame. And you pour that up your dame. What is it? And then scream in his way. Oh, of us. And then can you. That's really young. There's no buyer draw or something. Yeah, okay. And there's no gemeng with the moor. And drink samen met hem een dag voor. Okay. And then is it gezondheid. And ook gezondheid. Ja, ook gezondheid. Miskien nie daarvan nou nie, maar dink aan yeastiness, dink aan enigiets brood wat ja. Net gebak is, daai yeasty ja, flavor, ja. Want dis 'n klomp geselle, dis die yeastiness, maar ons gaan hom nie so verkoop, jy gaan ons nou blink wees, natuurlik, ja. En ons gaan 'n bietjie suiker bysit, ja. En ek het hom net geproe om te proe, ja. Ja, die kat se naam is Merlo. Merlo, ja. Van die wyn, hulle het reg hoe nou ontwikkel het hulle praat was van die evolusie van 'n wyn. Die flasse vir loubytjie. Ja, die filosofie. Ja. Ja. Wat dan se begin nou uitkom. Hier is nou vloedbesproeiing. Nee, hulle wil nie eintlik nie, maar die moontlikheid is jy kan nie baie water, kan nie minder water gee nie. Verstaan jy? Dit is nou wat gebeur, is nou vyf grade. Deurkom jy as jy klei laagte te ding is. Als je klei laag te dip en dan kan je niet weerkomen en dan moet je nog water krijgen. Je staat. Ja, dat die grond nog zacht is dat ik een dier kom. Nee, toch. Ja, je gaat ook een wijze leggen pijp. Hoe werkt die pijp? De mond oor hy pijp. Hulle syfer die water hier oor. Ja, wat nou mos gebeur nou, hoef jy mos nou nie jou voor. Jy hoef nou nie jou voorstukke te maak want as jy nou almekaar jou voorstukke maak dan as dit moeilik om weer reg te kry. So die voor is permanent en dan die waar die pype maar net so oor die walle getrek en dan so word hulle nat gelei. Ja, dit is
hou sien net, hulle wil jou net voor afneem, hoe trek jy, hoe werk jy pyp, hoe werk het, hoor jy? Hoe werk het precies? Sien jou makkelijk op, so jy hoef om nie te sê. Nee, makkelijk, maar hoe kom, oe, ek pop die water hier af en toe. Ja. Oh, okay. Maar jy net kaneels, maar dit oulig. Ja, kaneels lijn maar so water. Kaneels sit net in die pijpietjie so nie toe, dat jy die koorse wegspoel hier. Ja. Jy gesien, Chris, dit moet ja. Nog, wat die nog lang is. Dit nog een keer. Het een manier om te gooien. Ja. Ik zie net enige ook dat doen niet. Yes. Nee, enige ook kan niet dat doen. Dat is die enige ook wat dit doen niet. Dat is niet zo makkelijk. Dat lijkt vrees ook makkelijk, maar dat is die enige man wat dit doen. Ah, nee, en dan gooi maar dat maar op de zekere. Wil je draai kom op? Hierdie lande is met een laser gelijk gemaakt. 25 mm val oor 150 meter. Dat die water nou kan vloed besproei word. Ah, nou ek. Hier is alles toch een grond? Nee, nie hierdie grond. Hierdie grond het my pa in die 70 gekoop. En nie? Ja. Is het? Dan kan je hem toch niet. Ergies, wat hier opkom, wat by die vloed besproei. Nee, dit 74. Nee, die 74, die loop hier zo, net die. Dit was die merk in die 74. Kan jy nou self kyk, ander kant, waar moes die ander kant geloof het? Daar is so, daar by die, dit moes net die ander kant uit kraan, wallen geweest. Kraan geleg. In 1988, toen ons die vloed in Douglas gehad, was die klip was onder die gletser. Hierdie rotsformatie is het Boesman tekeninge op en die gletsers was ook hier oor gewees. Soos gesien kan word aan die merke. Ek het nog nie hierdie klomp. Hierdie merk gesien. Daar kan die sleepsel gesien word. Soos ek al by die ander rots gewys het van die gletsers. Ook die diep duik in. Soos hierdie klip wat ek nou afgeneem. Die klip kan nou daar ingewerk het. Nee, maar wat is die tekening? Hoe is my tekening? Die son. Hier moes een ritueel, een tempel of iets van hulle gewees het. Kijk hier so, hier is een aster. Die ouwe stel die belang in die goede, die ouwe stel die belang in die diamante. Al die merke op die rot. Ek wonder wat is die nie? Hier die rot, ach nee. Hierdie rots het sleepsels van
gletsers op hom en dan moet die Boesman graffiti op. Baie besonder. Mooi, ja, nou sien ek wel duidelik hier, daar is die oog op. Gleef wat gemaak is deur 'n die gletser met 'n klip wat binne-in was. En vermoedelik die klip. Hierdie klip was onder in die gletser. Jy kan sien die in gaatjies op die rots soos die klippies ingeforceer is. Dit lyk soos 'n zebra. Hier is die gekrap, net soos op omdraaisvlei, as hulle in 'n trans ingaan, of net na die trans. Ek weet jy kudu of 'n ding, ek weet jy bok. Dit is 'n bok, ja. Bosbok of 'n ding. Die ontdekking van diamante in Suid-Afrika. In hierdie omgewing is die eerste diamant nou bekend as Erika in 1866 gevind. Oké, okay, dit is die diamant story wat ons daar Koosberg opgetel het met die klip wat met die diamant in die ruit gekrap is en daai goed daai story, né? Nee? Goed, ek is AW Jacobs. My oupa grootjie Erasmus Jacobs was die persoon wat hierdie eerste diamant hier op die kalk opgetel het. Omgewing hier lyk. Dorre wêreld. Dit is die perseel waar die oorspronklike woonhuis was. Nog nie die mirasie of die fondasie wat oor is. Dit is hier waar hulle nou die geblei het en die diamant, die kinders hier met die diamant gespeel het. De Kalk. Hier is die bouval van Dani Johannes Jacobus se huis waar die mooi klippe wat in 1867 meer het ek voor begin. Dis eers die stuk deur. Lees hom eers deur. Kyk of jy dit kan lees. Ja, maar dit raak weg hier geskryf. Ek lees, ek kan nie dat sien nie. Lees. Goed, De Kalk. Hier is die bouval van Daniel Johannes Jacob se huis, waar die mooi klippie, wat in 1867 deur die seun Erasmus Jacobs opgetel en deur die kinders as speelding gebruik is, die aandag van Skalk van Niekerk getrek het. Hierdie diamant allig, die eerste wat in Suid-Afrika gevind is en later bekend as Erika, is in 1966 deur die De Beers Consolidated Mines gekoop en aan die parlement geskenk. Raad van Nasionale Gedenkwaardighede 1978. Jare gelede. Hoe is ons op het parlement toe gaan?
Dat sien nie nie, dat sien nie nog sien. Die Springbok. Oranje rivier by Douglas. Die magistraatskantoor Griekwastad. Stel jezelf voor. Ik ben Johannes Waterboer.
kroonprins van die provinsie, leef in die Griekse Griekeland Wes. Ek is gebore hier, groot geword. Ek staan op die grond, kroongrond van my oupa, waarin hy opgegroeid, gebore en opgegroeid. En in 1829 het sy pa die plek klaar gebouw, met sy manskappe. En hy was erken as die koning van die Griekeland Wes, die klas waterboer die eerste. Hy was ook een klein kind van Andries Waterboer, die eerste. Het samen met Adam Kokkele daar in die 1740 losgelaat was als slaven. En het oorgetrek oor die Olifantsrivier hierheen. En het was een vestiging moet gemaakt op die stad. Dat eerst was Klaarwater, wat in onze taal verklaar wordt Karikama. En als die school het nou die naam van Karikama, dus dan hy kan niet zo iets gesprek worden. En ik onze taal nou verroer. En ons het in 1998 het ek en my manskap die plek opgeëis as paleis van die Griekwalei. En ons het in 1999 ontvang en in 1999 het ek om intrek. In 1999 het ek om intrek, dus al 9 jaar hier in die plek. Wat eindelijk die waterboerleierskaps eiendom is. Yes, interessant. En dit is die hangboom? Dit is die galgboom. Galgboom. Dat is recht, ja. Dit was eindelijk een afskrikmiddel voor misdadigers. En dit was moordenaars en verkrachters aan. Dit is een ringboom. Dat is recht, ja. En hij is omtrent hoeveel jaar oud? Hij kan oor die 200 jaar oud wees, want die tijd toen mijn opa hier kom intrekken was in 1831 het hem klaargemaak. En 1931, precies 100 jaar daarna, kom Vatlom hier uit. En dan vat hem township toe. Dit was gepleegd door die destijdse regering. Toen ons nou die rechte ouderdom behaal, het het teruggekom naar die waterboerleerskap toe. Waterboerseens toe. En ek het die leerskap met broer Andries Waterboer ontvang. Omdat ek kinderloos is. Dit is met die regering voor erkenning van leierskap. Ja. Ek kom gevind. Ek moet doen. Ek kan het adem dan. Bos. Dit is die paleis van die Griekwa. Dit is regio van die Griekwa leier. Dit is die paleis van die Griekwa leier. Waar hy gebleef het vanaf 1820 tot 1931. Van 1831 tot 1931. Toen breek hulle hom af en toe bouw hulle die ijs hier op. Ja. En jy bly nou hier? Ek bly nou hier in Nekkel. 1998 opgeëis en 1999 nog ontvang. En 1999 december, 22 of 21 december, trek ek hier op. Lê daar, boom! Hello! 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 Thank you.
Пойдем фильм пусть. Пронай стекар. Пронай стекар. Ja. Ich bin 84. Du bist 84? Ja. Du bist dieselbe Mann hier. Dieselbe Mann. Ja. Das ist lecker. Du kennst alles. Ich kenne alles. Ons is by Willebeest Lapa, waar ons slaap die aand hier by Griekwa stad. Dit is waar ons oornag by Willebees vir 2 aande. Baie lekker plek.
Griekwaland Wes. Waterdam story dat julle nou sal sien wat ek afgeneem het die hele beskrywing. Als hy nou meisie word, en dan vat ons hom, sit ons hom achter de gordijn, en dan maak ons hom schoon, had ons nou mis, oorloon ons hom, dan word ons schoon gemaakt, en sit hy nou voor een week of een maand, maak ons ook hoe lang jy wil, en dan word het geslagen, dan word het geëerd, en hy antwoord ons voor hom afvat. Dan dinge is ons, dan die skarp, en ons ook al iets binnen. Nou word hy nou net zo mooi gekook in die pot. En dan word vir die oma's gegeven daar. Om schoon te maken. Schoon te maken. Nou eet die oma's nou net hy vlees af. Kaal hy vlees af, maar hy been blij net zo. Nou word hy been gevat, nou word hy rood gesneerd. En hy goed word hy nou. Dan word hy nu schoon gemaakt, dan word hy goed nog gevat, alles. Word hy binnen die zakje ingezet, met hy goed. Water toe. Water toe. En als ons nou daar bij die water komt, dan moet hy sit. Dan sit hy nou hier bij die water. Dan slaat jy die water. En als die water oorom gooi, oorom gaan, dan kom hy, dan gooi jy die. Hy is binnen. In die water? In die water. En dan is hij nou recht. Nee, zei Lisbeth, die gooi eerst die goed. Ja, die boeg om. Ja, nee, je gooi eerst die goed in. Dan zit zij. Dan gooi je eerst die goed. Als hij die goed vader, dan moet je weten, die zij schoon. Daar was niemand betrokken bij haar. Maar als hij die goed niet vatte, dan moet je weten, hij is niet schoon. Maar hij moet zo van zijn moeder schoot af. Maar hij ingezet wordt. Nou ja, als hij schoon is, dan weet je net, daar vat hij die goed. Dan gaan hij nou eerst terug, dan gaan bij hij die goed. Dan zit zij nou daar bij die water. Dan kom hij nou terug, dan slaat hij oma die water. Dan gooi je nou die water. Oké. Okay. En als het dan niet schoon was, wat gebeurt dan met haar? Dan moet je net maar weer terug gaan, want dan aanvaar hij niet die goed. Dan moet je nou maar lopen, voor je jullie nou iets aan doen, want het is bij je kwaad. Ja. Hij zoekt iemand wat al aangetouwd is. Oké. Okay. Ja. Zo, steek ze maar. Kom, droog je. Zo plat te begonnen. Klein en plat. Haal je nu goed te staan. Nee, ik heb mijn bijtjes. Niet Nee,
kom hulle aan. Die skulpad, gooi jy die boeg aan. Malie boeg, gooi jy die boeg aan. As ons nou gemaakt het, die boeg ons hier aan, dan gooi dat, gooi jy aan. Dan gooi in water. Dit is lekker. Hier is my feit. Daar kom buitje zo. Hij moet fijn wees. Als hij nou fijn is, dan gooi ik hem nou. Annie, ons zijn nou skulpaakje, maar ons in die Griek wat dat is. Nou gooi ik hem daar aan, nou gooi ik hem daar aan. Nou vaak je die ding, nou gooi ik hem daar aan. Die velletje. Van haar haas. Daar is haar haas velletje. Nou,
zet je hem hier en hij is moest nou zoals die deksel. Hij moest nou zoals die deksel wat je opzet. Nou, als die meisje naar huis toe gaan, of ik hem zomaar maar daar bij huis kon, dan gooi je nou van die boeg in die water. Dan zie je elke in daar bij huis, van die water, die boeg water. En dan vaak je nou van die boeg, dan gooi je daar die vier. En dan kom je nou bij die ziens. Na ik hem gooi, druk je hem zo, dan druk je die boeg aan zijn naal. Die niet ziek wordt. Nou, bij die meisjes drinken we net die water. En die ziens drinken ook die water. Mag ik daarvan van doen? Je nou die, en dan maak je nog voor die blammetjes. Door die meisjes op. Maar allemaal wat draaien. Wat bij de ook meisjes. Die draaien nou die wat in die kralen. Dan mag niemand wat nog die meisjes bij doen. Nee, ja. Kom allemaal staan, die mag niet. Nee, kijk eens, die hokmeisje. Als een hokmeisje kijkt, is een hokmeisje. Kijk, je wordt zo'n meisje alleen. Ja. Strooi meisje samen. Wat in de hok was? Ja. Die ene wat in de hok was. Hoeveel strooi meisjes mag je? Eén. Net één. Net één. Kijk, okay. Was daar al ooit mans bij zo'n ding? Nee, net die man zo die die kataar die die kataar speel. Hier vandaag in een. Nee. Alles bij die werk. Ik is bang. Wanneer wordt onze slang? Oma Grietje is bang. Wanneer wordt af onze slang? Oma Grietje is bang. Wanneer wordt af onze slang? Oma Grietje is bang. Oma Grietje is bang, voor die rode vieserslang. 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 Oma Grietje Oh. Shaida. Wat boy? Wat boy? Dis waar die oog is en die slang bly. Hierdie was die eerste van een natuurlijke golfbaan geweest, wat een vervallen geraak het. Gary Pryor het hier gespeeld in 1961. Ja, ga koffieshop toe. Koffieshop. Baie mooi. Ons gaat weer praten. Dit is waar die golfbaan was. Het is klip wat plat dun plat klip. Meeste van kom uit hierdie area uit. En de blauwe kom uit Namibie uit.
knippies nog glad gerol word of gestuur word. Ons is hier op Willebeeslapa van die grasperk afgeneem. Dit is nou alles hier so in Griekwastad omgewing aan die Kimberley kant van Griekwastad. Olienhoutboom. Hoe is my tekeninge? Sonne. Sonne wat hulle teken. Wow!
nie het dit gedoen. Ons is nou klaar met Griekwastad, ons is op pad Witsand toe, die kant na Glober, ons Hoopse kant toe, dit is hoe die omgeving hier lyk.
Linkerkant is 90.000, rechterkant is 180.000 liter bulk tanks. Dit is die verskil tussen die niskellertjie wat die grootste tank 15. Jy moet maar dit wat jy gedag kry voor jy met mekaar. Ja. Hier is die koudstabiliseringstank, as ek gesê het, as die bankse temperatuur die afvat na minus 1 toe om hulle bottel gereed te doen. Preserveer en dan toets ons die alcohol, toets die proteïne in die wijn, koudstabiliteit en natuurlijk die vlugtige zuur van jou wijn. En die is een persoon dat voltijds so is en natuurlijk gespecialiseerd is om wat ze doen. Als ons nog hier raar hebben, dan sê ik daar dan altijd, ik wil het niet. Ons trek hier die wijn af van sy boer. Okay. En dis wat so lekker ruik nou op die oomblik. En nou kan jy daar so 'n tank op as jy dit.